Hallo, welkom terug op het kanaal van Salty Aquarium. Onlangs ging ik met Leon en Stefan naar Duitsland en België om een aantal zeeaquariumwinkels met koralen te bezoeken. We gingen eerst naar Butcher, gevestigd in Bergheim. Het grote voordeel aan deze winkel is dat er een enorm assortiment aan koralen en vissen is. Ze hebben koralen in de wat hogere prijsklassen, maar ook koralen die wat goedkoper zijn, die bijvoorbeeld zijn gestekt van moederdieren die bijvoorbeeld in de showbak staan. De showbak van deze winkel springt er erg uit, maar ook alle andere bakken staan er eigenlijk in topconditie bij. Zo vond ik bijvoorbeeld 29 euro voor een Lobophilia geen gekke prijs. Wat ik verder vrij uniek vond aan deze winkel is dat je er hele pakketten koralen kon kopen. In zo'n pakket bevinden zich ongeveer 25 soorten koralen. Ook kon je voor het duurdere pakket gaan. Hierbij ging het om 50 soorten koraal voor 900 euro. In Nederland zie je ook wel eens zulke pakketjes, maar vaak blijft het dan wel beperkt tot 4 à 5 koraalsoorten. En naar mijn idee zijn dit ook vaak de wat makkelijkere soorten. Het enige nadeel wat ik kon bedenken aan deze winkel is dat er vrijwel geen SPS te vinden is. Want deze winkel richt zich voornamelijk op LPS. Ze hebben wel een klein beetje SPS, dit zijn voornamelijk de makkelijkere soorten. Zoals bijvoorbeeld Montipora soorten, zo heb ik de groene Montipora gezien en ook de Montipora digitata. Maar bijvoorbeeld Acropora is er niet te vinden. Vervolgens zijn we doorgereden naar Koralenzucht in Moers. Dit ligt een stukje boven Düsseldorf. Naast een sigarettenapparaat voor de deur waren hier ook verschillende koralen te koop. En vrijwel alle soorten. Wat je eigenlijk meteen merkte toen je binnenkwam, was dat deze winkel eigendom is van een hobbyist. Zowel de indeling van de winkel als de indeling van de aquaria zagen er iets wat slordig uit, maar de kwaliteit zag er wel goed uit. We zijn nu bij Koralenzucht. Heb je wat gezien? Heb ik wat gezien? Ik heb genoeg gezien, maar ik ga mijn geld besparen voor Reef Corner dadelijk, denk ik. We gaan het meemaken. Het is allemaal... Ik denk dat een hele hoop eigen kweekjes ook gewoon. Tenminste, dat zie je wel. En daar maakt hij gewoon stekken van. Dit koop je niet in, dit. En het ziet er erg gezond uit, hè? Ja, het staat allemaal mooi uit. Het oogt allemaal erg gezond. Zowel vis als koraal. Vervolgens was het tijd om naar de laatste winkel te gaan van deze tour en dat was Reef Corner in België, gelegen in Oudsbergen. Ook deze winkel ligt dicht bij de grens van Nederland en België, ter hoogte van Weert en Roermond. De winkel is nog niet precies in de staat zoals de eigenaren Ruben en Joey het zouden willen zien. Ze hebben namelijk onlangs een grote verbouwing gedaan. Dit was wellicht te zien aan de afwerking van de winkel, maar dit bleek niet uit de inhoud van de aquaria, want hierin was genoeg te bewonderen. En dat bleek ook wel, want uiteindelijk zijn we hier het langst gebleven. Dit kwam ook wellicht door de goede service en misschien ook door de koffie.
Wat Reef Corner onderscheidt is dat zij een innovatief prijssysteem hebben. Er staat een code naast elk koraal en boven het aquarium hangt een beeldscherm waarop de prijzen te zien zijn. Dit oogt mijns inziens erg chic en hier is goed over nagedacht. Ook heeft Reef Corner een prachtige website die voortdurend wordt bijgehouden. Al met al voelt deze winkel erg innovatief aan en bij de tijd. Wil je op de hoogte blijven van de grote opening, hou dan de website van Reef Corner in de gaten. Uiteindelijk zijn we pas weggegaan nadat het buiten al donker was. Voor nu weer bedankt voor het kijken. Liken, delen en abonneren wordt natuurlijk heel erg gewaardeerd. En ik zie je graag terug bij de volgende video.